Het beweegt niet meer, hè? Haast. Zo kijk denk ik niet dat hij het redt. Nee. Nee, hè? En die redt het. Hé? Dan komt wel even naar de grond leggen. Ja. Kijk hoe die bank ineens zo helemaal naar de kant op zit. Dat is een behoorlijk dik beest ook nog, hè? Ja, in een Fries, dat zijn forse paarden. Waar zit zijn hoofd nou ergens? Links. Ja, maar dat geeft ook niet erg mee. En toen hij eruit ging, dacht ik van... Ja, ja, ik dacht dat. Die leeft nog aardig. Dat dacht ik ook. Toen moet het hoofd zo'n beetje omhoog zien te krijgen. Barootje, wat doen ze nou? Ja. Wat is dat nou? Ja, we gaan zo weg. Ja. Nou, we blijven nog meestal tot 5:30, 5:30. Ja. Wordt hij dat? Jawel. Hij lust alles. Gewone broekjes, hè? Ik zou je vertellen, ik vind het verschrikkelijk wat ik nu zie. Ja. Want ik ben een hond kwijtgeraakt en... Maar je zit er heel even mee in, hoor. En die was ook zo oud. En de tranen staan nog af en toe in mijn ogen. Ja. Weet je wat het is? Twee honden en die moeten laten slapen. Hè? Weet je wel. Dat is verschrikkelijk. Kijk, hij ligt nu al helemaal op het hoge. Nu is het gewoon zaak dat hij weer overeind komt. Hij zou in principe kunnen lopen daar. Ja, daar wel, maar dan moet hij wel overeind komen, maar ja, misschien moeten ze nou een adrenaline spuitje geven of wat dan ook. Hij ademt nog wel, hè? Toch valt het me op dat die andere paren niet komen kijken, hè? Hè? Je zou toch zeggen dat ze elkaar... helpen op de een of andere manier. Of bijstaan, laat ik het zo zeggen. Maar ik zie die dierenarts ook, die blijft maar op een afstand staan. Moet ze niet dichtbij komen? Ja, dat vraag ik me ook af, maar... Ze blijft maar ver weg daar. Of is ze geen dierenarts? Ja, het is een dierenarts. Zij moet toch, die zaak, zij moet een beest... Maar luister, wij waren wel verbaasd of zij zonder een of ander koffertje met spul uit de auto... Ja, begrijp je? Ik denk, die haalt hem en die geeft ze dadelijk opeens een shot. Ja, een power shot. Nee, maar ze moet bij dat beest gaan.
Zou het? Ja, want toen,